Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben nog steeds op wintersport. En vandaag zouden we het laatste dagje skiën doen. We zouden alleen het ochtendje gaan skiën. We hadden een beetje miscommunicatie over de tijd. Dus we uiteindelijk zijn Rieke en Klin en Jara alleen gaan skiën. En zijn wij met de oma's lekker even nu in Alpbach gedropt. Een beetje sightseeing, super mooie begraafplaats hier. Kerk. Wel lekker. We gaan nog even naar een supermarktje. We hebben over een anderhalf uur met Rieke en Klin afgesproken. En dan gaan we lekker even nog wat lunchen. En dan op tijd naar huis, zodat we nog ook een beetje thuis kunnen chillen met spelletjes. Een beetje borrelen. We zijn natuurlijk alleen maar weg geweest. Het is wel jammer dat ik niet meer kan skiën. Want vandaag zou de laatste dag zijn, maar ook wel weer lekker. We zijn ook best wel moe, want we zitten hier lekker te drinken en weinig te slapen. De dicht geeft ons even een tour door Alpbach. Zo is hij. Bij gebrek aan extra auto's. Voor mij is het echt net alsof ik weer terug ben in Frankrijk. Gewoon precies zo'n huis hadden mogen noemen. Nee. Wow, de view! Wauw! Zo mooi! Deertijd in ruiten 8 graden, in landing 8 graden. Nee, hier gewoon een hele tour. Nou, hier waren we niet gekomen hoor. Lopen. Nee, 5 uur lopen. Zo, als je hier gaat eten met het uitzicht inderdaad. Wauw, bizar. Ja, romantic. Zo, mooi hè? Een mooie kerk. Nou ja, mooi. Ik weet niet of ik het echt mooi vind, maar zo. Het doet me echt denken aan mijn opa en oma als ik hier ben. Mijn opa ging altijd super hard zingen in de kerk. Zo, de rest zit lekker vast ergens koffie te drinken. En ik heb heerlijk een uur in de Spar rondgelopen. Het is geen hele leuke supermarkt. Ik dacht, ik doe het nu. Want dan hoeft niemand op mij te wachten. Want uiteindelijk zit ik toch gewoon een uur in die winkel. Heel veel gekocht. Ik heb 100 euro uitgegeven. Zodat ik lekker een video kan maken in Nederland. Vet zwaar. Café. Ja, maar ik kan zo zeggen. Ik vind het gewoon fijn om naar huis te gaan eigenlijk. Ja, vind ik altijd wel fijn. Ik ook. Ik ga nooit naar huis als ik heb verkocht. Het enige wat ik heb gekocht, wat dus niet in je mee in het vliegtuig mag, zijn een paar van deze dingen. Maar die ruil ik dan weer in voor kleren die ik dan nu weer meeneem in mijn koffer. Zodat ze niet. Wat is dat? Ja, drinken. Ik denk, zolang ik niet meer meegeef aan Rieke en Klin dan heen weg, is het goed toch? Ja, voor een video. Ja, ze moeten enorm stampen om alles erin te krijgen. Ja, daar hoorde ik ze wel over. Nee, daarom. Maar als ik dus gewoon dingen die zij mee hadden nu weer in mijn koffer meeneem. En dat ruil voor dit, is het goed. Heb je weer zulke truc gekocht? Ja, die ene was echt heel vies, dus ik heb nu een echte van de regio. Eierlikeur. Nee, één ding wat ik heb gekocht is niet heel handig. Dat ze me bevroren uit de diepvries fruit. Maar ik dacht, ja, dat is het morgen ontdooid. Dus ja. Ja, omdat ik dat heel graag wil proberen. En dit was ik ook al heel benieuwd naar. Dus dit moet dan mee en dit nog. Het ziet er zo mooi uit. Alleen dit is wel glas, dus. Maar dit moet ik ook wel goed inpakken als ik ga proppen. Maar hoe mooi ziet dit eruit? Ja. Maar ik zag dat Rieke of ze ook al dit sapje had gekocht. Ik heb die in het groen gekocht. Oh, dat was jij? Ja. Die staat bij hun in de koelkast. Dit ziet er zo cool uit. Dit moet je aansteken ook of zo. Aansteken? Ja. Nou, 3 minuten vuur in glas is 45% alcohol, 5 minuten vuur. Dat is vuur in het glas. Ja, want doordat je hem aansteekt, vervliegt het ook de alcohol, hè. Er zijn ook aanstekers bij. Vet cool. Lucifer. Ja. Kijkt een beetje op Ja. Ik heb een alcoholvrij drankje, dat ik nog nooit van heb gehoord. Het is dit. Valise Basiel. Ik mag geen alcohol drinken, want morgen mijn wenkbrauw worden gedaan. Hallo Jara. We hadden heel veel dingen. Hey. Hoe was het gegaan? Ging je les? Was het leuk? Ja. En we dachten dat jullie meer met elkaar aan het communiceren. Ik dacht eigenlijk, wat had ik ook alweer? Curry. Ja, kijk hoe die eruit ziet. Oeh, lekker. Wat lekker, hè? Weet je dat ik die niet heb genomen? Zo, dat brood. In de pesto are there nuts. Pasta. Hier nussen, ja. Nussen. Hier is de pasta. Hier zit die noedel. Pasta. Hier. Ja, oké, nou. Kun je eigenlijk maken met ohne pasta? Ohne pesto. Geen probleem. Ik kan het eten. Heerlijk. Ik heb in plaats van aardappelsla gevraagd, maar ze heeft als 9 aardappel. Dank u. En die geef ik lekker weg. Zo, ik heb lekker gespeeld met Jara. En nu gaat de helft naar huis en we gaan nog even wandelen. We lopen op een paadje met. En dan kom je uit op echt een super mooi uitzicht. Kijk. En dan bedoel ik niet die twee mannen voor me, maar dan bedoel ik dat erachter. Oh, dat is wel heel mooi. Het is echt bizar lekker weer. Maar het is echt leuk, want dit doet me heel erg denken aan mijn opa en oma's huis. Ik heb er wel eens gefilmd, maar dat huis daar.
is eigenlijk precies zo'n huis. En dan ook met zo'n heuvel. Een uitzicht op de bergen. Dat daar eigenlijk was een beetje ons uitzicht. Ik zou hier echt zo kunnen wonen trouwens. Gewoon lekker heerlijk. Die rust. Ik slaap ook veel lekkerder hier hoor. Nou, we zijn er thuis. Ik ga even een lekker borrelplankje proberen te maken. Met allemaal dingen die ik nog uit Nederland mee had. Maar ook dingen die we hebben gekocht. Landen. We zitten hier in een vliegtuig. Ondertussen heb ik de borrelplank klaar. Lekker. Niet heel bijzonder natuurlijk. Nederland. We zijn weer in Nederland. Kom maar uit Afrika. Brabant, in Veghel. Toen was de vakantie voorbij. Ik kwam aan de ene kant heel erg uitgerust, maar aan de andere kant het totaal niet aan het hebben. Veel te kort geslapen. Maar ik heb al lekker ingepakt. Ik doe net een open zak nootjes in mijn tas om mee te nemen. En die valt helemaal open. Dus mijn hele tas zit nu onder de noten. Dit hele zakje is leeggevallen. Oh my god. Hij was nog even beneden. Het is 9:30, maar we moeten 6:30 weg. Dus eigenlijk 6:30 op. Dus ik ga nu vast proberen te slapen. Ik kan altijd heel slecht slapen. Want ik weet dat er nog iemand komt. Maar dat moet ik gewoon leren. Hoe ga ik dit nu doen? Trek die nieuwe tas helemaal vol met gezouten noten. Het is wel echt gelukt om dus geen één keer koolhydraten te eten. Nou ja, wel bijvoorbeeld balsamico dressing op een salade, maar geen brood, geen pasta, geen aardappel, geen rijst. Dat allemaal. Oh, oh, oh. Iedere keer heb ik gevraagd of ik salade kon krijgen. Zij moesten er even aan wennen, want ik was natuurlijk weer net het vraag gaan stellen. Maar zij merkt ook allemaal van, de bediening reageert er gewoon super goed op. Super aardig. En mijn hele tas is zout. Heel erg fijn was dat. En ik heb dus wel drankjes gedronken. Vanavond niet, want morgen ga ik mijn wenkbrauwen laten doen. Ik weet niet eens of ik dat heb verteld. Het PMU Elegant in Zoetermeer. Super chill. Ik dacht, het is toch in Zoetermeer, dus ik ga lekker meteen door. Dan heb ik het gehad. Anders kon ik pas volgende week dinsdag of zo. Ja, en ik wil nog genezen. En dan denk je, ja, 28 april ben ik jarig. En dan, hoe sneller, hoe beter. Mijn geheugenkaart is trouwens nu nog 8 minuten om te filmen, dus ik heb er hele vakantie mee kunnen doen. Ik heb die extra niet hoeven gebruiken. Dat betekent dat ik misschien niet heel veel heb gevlogd. Maar volgens mij heb ik voor een vakantie nog best goed gevlogd. Ik had iets meer skibeelden willen maken. Ik dacht, dat ga ik vandaag doen, maar dat is er niet van gekomen. We hebben net even een après-ski winterspel geprobeerd te spelen. Maar we waren gewoon allemaal echt te moe om nu een nieuw spel uit ons hoofd te leren. Dit zijn allemaal nootjes. Zij zit nog even beneden. Ik heb lekker voor iedereen een salade caprese gemaakt. Dat heb ik volgens mij niet gevlogd. Wel op Insta gezet. Ons avondeten met een borrel. Super chill, alhoewel niet zoveel af was. Ik vond het gewoon leuk om dat voor iedereen te maken. En ik heb vandaag dus geen alcohol gedronken. Ik had wat. Als je met een groep bent, dan nu gooi ik dus weer alle noten door de hele kamer. Ik ben zo moe. Ik heb zo'n zwaar slaaptekort. Het is lastig hoor, want je bent hier zo kort. Dus je wil ook gewoon lekker niet te vroeg naar bed. En dat probleem hebben we allemaal. Iedereen is doodmoe. Want het is gewoon zo gezellig s'avonds dat je denkt, ja, ik wil niet naar bed. Maar nu denk ik, ik ga nu wel. Want nu ben ik zo moe dat je niet eens meer kan genieten vanavond. En als je dan geen alcohol drinkt, dan val je gewoon in slaap. In ieder geval had ik dus 3 blikjes gekocht. Dat heb ik helaas niet gefilmd, maar met van die suikervrije, alcoholvrije drankjes. En die waren best wel oké. Dus ik heb dan de hele avond ook lekker in mijn eigen glas alsof aan een drankje zat. Dus dat is wel een super chill. Kan niet meer. Maar verder voel ik mijn pakket dat ik er lekker uitzie alsof ik op vakantie ben geweest. Dus dat is toppie. Ik heb hier nog een leuk kaartje. Die wilde nog sturen, maar dat niet gered. Dus die gaan we naar de dochter van Hill. Dus die gaan we thuis even schrijven. Ik zal even mijn skipasje meenemen. Dat is ook wel leuk om thuis te vertellen. Kaart van de bergen. Dat is allemaal een leuk ding om even te laten zien. Ik heb nog allemaal van die actiekaart van de Spar hier. Met stickers. Nou, mijn handbagagekoffer zit helemaal vol met snacks, want ik wil dus eigenlijk heel graag een video gaan maken. Nou, ik ga nu even douchen tegen jullie. En waarschijnlijk zie ik jullie morgen sowieso voor mijn wenkbrauwbehandeling. Oh my god, zo spannend. We zijn op Innsbruck. Volgens mij heb ik er nog nooit zo moe uitgezien. Dat is niet normaal. Elke nacht 5 uur slapen is niet goed. Wilde ik ook niet hoor, maar kon niet anders. Ik wilde eigenlijk wel naar bed, maar heel wil niet naar bed. En dan kan ik ook niet slapen, dus thanks, hè? Maar straks ben ik brouwen doen. En ik mag geen koffie. Daar gaan we dan. Best heftig zonder koffie, maar ik heb wel dit. Ik heb echt wel heel lang geen fruit meer gegeten. Maar de goede shakes waren ook. Dus ik ga nu deze. Het is 3 kwartier vertraagd, want we hadden
te weinig personeel hier en te druk. Ik denk dat we 12 uur thuis zijn en we recorden voor 12. We hebben bij elkaar afspraak zijn. Dus we worden echt super erg haast. Ga je ons dissen? We waren even op vakantie. Hoi. Wow. Wow. Wat is dat? Ben je de klit? Is het erg? Oh, Poesie, hoe kan dat nou? Ik moet over 5 minuten alweer weg naar mijn wenkbrauwafspraak. Ja, jij bent onze Poesie. Zo lang waren we ook weer niet weg, toch? Kan je een Siberische Poes nooit alleen laten? Maar Loes was hier wel elke dag, maar... Je weet dat misschien niet. Ja, Poesie. Ja, Poesie. Ja, heb je ons een beetje gemist? Oogpopje? Wat ben je? Helemaal verwilderd. Oké, ik moet snel opschieten. Let's go, ik heb er best wel veel zin in. Joy! Ik ga heel even bellen, want ik later ben. Ik ga 2 minuten meer zoeken. Nou, ik ga dus mijn wenkbrauwen laten doen bij PMU Elegance. Ik heb volgens mij meer overgedeeld op Insta de laatste tijd dan op YouTube. Maar ik heb... Ik denk al sinds groep 8 of zo dat die haartjes bij mijn wenkbrauw gewoon niet meer groeien. Ook bijna niet echt dat ik hoef te epileren. Gewoon, het is niet zo dat het alleen niet groeit op de plek waar ik wil, maar gewoon helemaal niet echt. Ik heb zoveel geëpileerd vroeger, volgens mij groep 8 al. Als je lang van kan herinneren, groeit het dan niet meer. Dus ik teken het bij. Ik heb er heel vaak haat op gekregen vroeger op YouTube, het zal wel. En in de vlog laat ik het ook altijd gewoon zien hoe het is zonder. Maar ik moet het eigenlijk wel elke dag tekenen. Dus denk ik wel, als ik zonder make-up de deur uitga. En ik doe iets, dan is het enige wat ik wil doen mijn wenkbrauwen. Want dat is gewoon een beetje kaal anders. Ik heb ze nu trouwens best wel slecht gedaan. Ik moet ze dus nu wel tekenen, zodat ze weten hoe ik het doe. Maar ik heb het in het vliegtuig heel snel gedaan. Ik heb ook echt ontzettend mijn vliegtuigoutfit aan. Ik heb hier nog een shake, dus ik heb een beetje raar gegeten vandaag. Nou, oké. Toen twijfelde ik heel lang over powder brows, maar je ziet zo vaak dat het... Sommigen vinden het prachtig, maar ik vind het dan te nep. En dan heb je nog hairstrokes. En dat schijnt ook best wel weer wat nadelen te hebben, dat het sneller kan vervagen. Dat leek mij mooi, want dan teken je eigenlijk gewoon haartjes. Want wat ik eigenlijk wil, is die kale plekjes een beetje opvullen. Hier aan het begin heb ik best wel veel haar, wordt het hier heel erg dun. En dan zeggen mensen, neem henna of ga het verven. Maar dat is dus niet het probleem bij mij. Het is niet dat ik te weinig pigment heb, want ik doe zelfs als wenkbrauwpotloodje, doe ik een lichtere kleur dan mijn haartjes. Dus dat ga ik daar ook zeggen. Ik vind het wel leuk om te zien misschien hoe donkerder ze staan. Maar ik denk niet dat ik dat wil. Ik vind de kleur goed zoals ik hem heb. Cool bruin. Ik heb toch altijd een beetje de kleur taupe. Dus eigenlijk voor lichtblonde mensen. Maar ik vind het niet mooi met die pikzwarte wenkbrauwen. Maar dan moet ik straks even daar allemaal gaan overleggen. Maar misschien wordt het een combi tussen strokes en powder. En dan echt zo natuurlijk mogelijk. Dus niet dat je zo hier een hele donkere streep ziet met erboven echt het poeder effect. Want ik doe zelf ook geen poeder. Ik doe een van Benefit. Soms heb ik dat dunne potloodje en soms heb ik, meestal gebruik ik die wat dikkere. Goof Proof Brow Pencil volgens mij. Die is wat breder, dus ik doe ook niet meer dat wenkbrauwkitje van Catrice bijvoorbeeld wat ik vroeger gebruikte. Dat heeft dat poeder effect, vind ik niet mooi. Dus het kleurt eigenlijk gewoon heel silky in. En je ziet niet echt de poeder zitten bij mij, dat vind ik heel belangrijk. Dus ik ga het gewoon allemaal aangeven daar. Dan gaan we samen kijken. Ik krijg eerst nog een peeling. Het is trouwens een samenwerking. Ik betaal de helft. Voor het totaal alles betaal ik alsnog €335. Dus geen koffie gedronken, geen alcohol. Ik heb zondagavond nog wel alcohol gedronken. Niet te veel. Net geen 48 uur, maar het was oké. Ik heb net twee paracetamol genomen voor zekerheid, omdat ik sowieso koppijn heb. En dat wordt soms ook wel aangeraden, want het kan een beetje gevoelig zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat voelen trouwens. Nou, ik wil het al jaren en ik denk dat jullie het ook fantastisch vinden dat ik het eindelijk ga doen. En heel benieuwd zijn hoe het wordt. Ik heb heel veel DM's gekregen van meiden die zeggen, oh my god, ik wil ook al zo lang, maar ik durf niet. Dus ik hoop dat ik helemaal blij ben en dat jullie dan ook hierheen kunnen gaan. Wel leuk, ik kreeg dus 50% korting. En ik heb niet afgesproken wat ik in ruil daarvoor moet doen. Maar ik wil het sowieso vastleggen, dat wist ik al. Dus daarom ben ik blij dat ik een samenwerking heb, krijg ik toch iets van korting. En dan proces vastleggen wou ik sowieso al doen, dat vind ik heel erg leuk. Ik ben hier letterlijk net langs gereden toen we werden opgehaald van Rotterdam Airport trouwens. En als het goed is, krijg ik dus ook een kortingscode waarmee jullie €50 korting krijgen op mijn behandeling. Dus dat is ook mega chill. Ik ga alles delen, dus het wordt echt, wordt denk ik wel uitgebreid, want ik vind dat gewoon belangrijk. Ik kan niet wachten en ik zie jullie zo. Oké, daar zijn we. Oké, ik ben er. Ik heb vast een kleine uitdaging gehad, maar we gaan zo boven de rest doen.
En ik moet zo even een formulier invullen en dan krijg ik de peeling. Moet ik hier wachten? Ja. Super mooi hier. Kijk hoe chill. Ik lig hier gewoon onder een dekentje. Lekker powernappie. Mijn neus zit er wel heel vaak witte talg in en zo. Die wil ik gewoon ook uitdrukken. Doe je dat ook gewoon zelf dan? Ja, ik probeer het niet te veel te doen. Nee, inderdaad. Gisteren had ik zo'n neusstrip gedaan. Mm-hmm. Het wintersport zat het echt helemaal... Volgende waren helemaal wit. Oh ja. Diep ademhalen en vasthouden. Mag je uitademen. Is dat zwavelgeur of zo? Nee, het zijn echt allemaal zuren bij elkaar. Omdat de huid nu ook open is, moeten we het gewoon goed blijven beschermen. Oh. Volgens mij voor dit moet je echt, weet je, met zo'n pen. Ja, inderdaad, moet je gewoon een dermaplate doen. Ja. Het voelt wel echt super lekker. Nou, nu ga ik door naar de volgende. Heerlijke peeling gehad. En zeiden ze ook dat je, als je dat vaker kan doen, dat je het ook voor je pigmentvlek en behandeling kan doen. Lekker crème met factor erop. Dat ik even hier lekker te wachten. En dan zo door voor mijn brows. Spannend. Oké, we gaan nu al beginnen. Ik begin altijd al meteen met kletsen. Ja, oké. Okay, mooi. Dus wat ik bij jou wil gaan doen is inderdaad gewoon je eigen vorm aanhouden. Oké. Okay. En mooi één geheel maken. Omdat je hier bij de aanzet, zeg maar, hier heb je best wel... is het best wel dik en hier super dun. Ja. Dus wat ik eigenlijk ga doen is dit gewoon mooi doortrekken en bijvullen waar nodig is. Kijk, je ziet hier ook een gaatje. Kijk, dat ga ik opvullen. Dus dan doe ik hem eigenlijk van zeg maar een halve centimeter naar iets smaller laten lopen. Maar dan maak ik er één geheel van. Mm-hmm. En doe ik hem ietsjes liften. Zo, en dan dat hij dan zo naar beneden loopt. Ja. Want ik vind dus recht heel mooi. Ja, daar wil ik hem dus wel doortrekken en opvullen. Dus niet hier hoger, nee, toch? Nee, 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 dat wil ik niet gaan doen. Ja. Maar hij moet ook hier aan de onderkant moet hij bijgevuld worden, snap je? En je pincetje mag je dan weggooien. Ik epileer dus al niet sinds 8. Oh, echt? Ja, dan je zou het echt denken, hè? Dat ik dat je het weg hebt geplukt. Daarom vind ik het ook zo leuk met de vloggen. Ik krijg al 7 jaar reacties van stop eens met dit. Oh, groeit al heel af en toe hier een haartje. Ja, precies, inderdaad, verdwaald haartje. Het groeit gewoon niet meer. Ja. En een mazzel dat ik hier dus best wel nog wat haar heb. Ja, maar dan heb je een soort van een nijkteken. Omdat je hier wat haartjes hebt. Echt een nijkteken. Ja, precies. Dus dan omdat je hier wat haartjes hebt en hier minder, is het contrast gewoon heel aanwezig. Dus als ik het doe, is het inderdaad ook altijd... Maar dan zie je zo erg het verschil dat hier getekend poeder zit. Is, of gepoederd is. Ja, en hier gaat altijd veden door mijn wat vettiger huid hier. Ja, inderdaad. Dus we gaan er gewoon iets moois van maken. En ik denk dat ik bij jou de combinatietechniek ga doen. Ik denk dat dacht ik ook, ja. Ja, dat lijkt me wel het mooiste bij jou, inderdaad. Maar wat heb jij dan? Bij jou zie je helemaal geen poedereffect. Hi. Wat ik heb is, ik heb wel poeder. Maar het ziet er dus heel natuurlijk uit. Ja. Ja, maar je hebt ook wel haar. Ja, ik heb ook haar. Eigenlijk heb ik een beetje hetzelfde haar als wat je hebt. Ja, zou je niet zeggen. Nee, het grappige is, als ik dus een potloodje doe, kies ik altijd voor een coole taupekleur. Want mijn haar is best donker van zichzelf, dus dan ga ik altijd voor lichter. Maar ik weet niet of jij dat ook... Ik heb wel een mooie kleur in gedachten. Ja? Ja. Want het liefst dus niet warm, maar ik weet niet warm, hoe jij erover dacht. Ja. Ik wil nog een foto laten zien van hoe ik het normaal heb of niet. Nee hoor. Nee? Wat ik zo meteen ga doen is, ik ga ook foto's maken. Oh ja. En dan ga ik het eigenlijk helemaal opmeten, aanmeten, symmetrisch maken. En dan gaan we naar de vorm kijken ook, wat jij ervan vindt. En daar gaan we benieuwd. Ik dacht ook, dat is wel interessant toch, deze wenkbrauw? Ja, zeker. Ja, die is wel echt interessant. Deze is echt. Ja, inderdaad. Die denkt, doei, ik ga lekker naar beneden hangen. Ja, oké. Okay, spannend. Ja. Mooi. Leuk. Dit is wel leuk. Iedereen vindt dit, iedereen kan niet wachten dat ik dit ga doen. Ja, maar weet je wat het is? Niemand weet ook hoe het gaat en hoe is het spannend en hoe wordt het gedaan en hoe wordt het getekend. Ja, plus ze horen mij hier al jaren over. Ja. Dus dat vind ik ook gewoon zo leuk dat ik... Dat ze dat kan delen. Ja, inderdaad. Dit zijn de brows, jongens. Ja, deze is het ergst. Ik vind dat zo gek, want al het haar blijft overal groeien. Ja, behalve mijn wenkbrauw, inderdaad. Waar je het niet wil hebben, blijft het gewoon lekker komen en lekker gewoon... Net als mijn wimpers. Die heb ik ook altijd zo'n tik dat ik dan 's avonds mijn mascara ga pulken. Ja. Heel slecht. En ben heel ik heel veel wimpers mee verloren. Ja, echt zonde. Ja, want ze waren heel lang, maar ze groeien in ieder geval gelukkig nog. En ik gelukkig probeer wel. Nu... Inderdaad, die serum lekker te doen. Nou, ik doe bij de bank mijn make-up remover al neerzetten. Oh ja, dat je niet zelf gaat. Precies. Slim. Ja. Ik vind het zo leuk om vast te leggen. Mm-hmm.
Ze heeft net hier een paar haartjes geëpileerd. En dat was vanwege... Dat omdat hij net iets breder is. Want dan zou ik hem nog breder moeten maken daar. Ik zie er zo mooi uit. Ik heb echt alleen maar afreski gehad. Wat vervelend. Ja, echt. Het is wel leuk. Ja, echt, wat een leven ook. Oh, arme buiten. Ja. Oh, wat vervelend. Ja. Ja. Ik vind de vorm denk ik ook mooi. Ja. Ja, ik vind het heel mooi. Is dit dan ook de kleur? Nee, maar wel een beetje die kleur. Ik heb denk ik dit, dat het misschien net een tintje te donker is. Maar het kan ook dat ik daar bang voor ben. Ja, maar hij wordt altijd lichter. Ja. Ja. Ja, in het begin lijkt hij altijd ook wel sowieso wel donker, maar dat trekt helemaal bij. Ja. Ja, ik zou zeggen, ga lekker eventjes in de spiegel kijken hoe hard je ervan vindt. En dan gewoon meer gefocust op de wenkbrauwvorm, dus niet de lijntjes daar buiten. Doe maar rustig even kijken. En dat is wel hoe ik het in mijn hoofd had. Het is gewoon wennen, want je denkt nu echt van, oh, dat is te perfect voor mij, zeg maar. Ja, dat is wel ja. Maar wat ik zei, die lift is het en het verschil. Is precies, inderdaad. Het is niet een heel overdreven dakje, want dat willen we ook niet. Nee. Het moeten gewoon chique, mooie wenkbrauwen zijn die bij jou past. Het is niet streng, toch? Nee, zeker niet. Nee. Nu lijkt het nog helemaal recht toe, recht aan. Mm-hmm. Maar ze gaan echt niet streng lijken. Nee, ik vind het mooi, want ik ben best wel snel. Ik dacht dat ik echt denk van, wow, oh nee, dit is het niet. Maar dat heb ik helemaal niet. Nee, mooi. Kijk, dat is goed om te horen. Ja. Maar dat is gewoon eventjes belangrijk om in het begin goed aan te geven van, wat zijn je verwachtingen en wat doe je zelf? En wij wilden dit gaan doen, grapje. Jij zei die, volgens mij. Ja, die. Ja, die vind ik het mooist. Vind ik ook het mooist. We gaan dus een combi doen van... Hairstruck en de ombre powder brows. Ja, maar het is geen microblading. Nee, niet met een mesje. Nee, niet met een mesje. Oh, verdoving is dit? Ja, dat het lekker in kan trekken. Oh, en dan ga je straks bijna niks meer voelen. Je voelt het zeg maar wel, maar het is echt absoluut geen pijn. Het is meer alsof iemand inderdaad, wat jij zei, heel langzaam haartjes eruit trekt. En ja, het gaat super snel ook. Ja, inderdaad. Zo, 5 of 10 minuutjes even onder folie. Ik ben zo benieuwd. Ik voel me helemaal chill, helemaal goed. Echt totaal niet zenuwachtig. We gaan nu weer verder. Want dit was tussendoor verdoven en dan nu? En dan gaan we verder werken eigenlijk. Tussendoor is verdoven, omdat je waarschijnlijk de tweede keer... De verdoving werkt pas als de huid een beetje open is gemaakt, zeg maar. Ja. Want waar heb je dan nu bijvoorbeeld haartjes gedaan en waar poeder qua techniek? Ik heb nog geen poeder gedaan, dus wel hard, zie je het? Oh ja. Ja. Poeder doe ik aan het eind. Oké. En qua kleur ook mooi, zie je? Ja, is goed. Zeker. Dat de engel het zelf te doen. Ja, maar dat moet je ook niet zelf doen. Ik haal nu gewoon een beetje de donshaartjes weg. Ik wist dat helemaal niet, dat je dit dan twee keer doet. Ja. Dat is alleen bij combi brows. Ja. Oké. Dan maar wel niet dezelfde naald als met strokes. Ja, het is wel hetzelfde naald, maar je gebruikt dan eigenlijk een andere techniek. Ja. En meestal wordt mij dan gevraagd, maar wat bedoel je nou met poederen? Doe je dan gewoon, mensen denken dan dat ik echt inderdaad met een make-up kwastje echt ga poederen. Maar in principe is het dan een poedertechniek eigenlijk, dat je toepast met hetzelfde naaldje. Okay. En met dat poedereffect is mooi dat je dan meer dimensie creëert, dus meer dat 3D-effect. Ja. Wel heerlijk als ik dit zie, dat ik dit niet meer zelf hoef te doen. Ja, hè? Het stukje waar je nu zit was altijd het moeilijkst. Precies, maar dat plakt ook niet mooi met make-up. Het plakt niet, gewoon. Klopt, dat blijft ook niet zitten. Je kan hem ook niet strak tekenen. Nee, het kan gewoon niet. Ja, en meestal hier smudgt alles weg, ja, juist. Ja, echt exact, ja. Ja, voel je hier nog iets van? Dit is echt bijna niet meer gevoelig. Nee. Meer alsof je gewoon aan het tekenen bent. Ja, Nee, de crème werkt wel goed. Ja. Is het dan weer verdovende crème? Of iets anders? Ja.
Nu is het zeg maar klaar. Dan gaat dit nog even intrekken. En dan gaat ze nog nalopen. En dan is het echt klaar. Ik val helemaal in slaap hier. Ik had echt een tukkie kunnen doen. Wordt het dan de komende dagen eerst donkerder, dan schilvers en dan lichter? Klopt, ja. Precies die volgorde. Okay. Helemaal goed ingelezen. Ik krijg al allemaal DM's van... Oh, ik wil het zien, ik wil het zien. Dit ziet er zo cool uit. Het is echt grappig wat voor transformatie het is, hè? Nou, ik kan het nog echt super vaak laten zien in mijn vlog, want nu zit het er voor altijd op. Nou ja, voor altijd, voor een jaar zo. Een jaar, ja, inderdaad. En dan bijwerken. Wat kunnen jullie dat even vertellen, hoe dat nu zit met donkerder worden en zo? Ja. Gewoon de camera in je face. Elkaar te vertellen. Mag ik echt opzetten? Ja, zeker. De eerste paar dagen is het dat het iets donkerder nog uit kan zien. Omdat eigenlijk de pigment eigenlijk een beetje opdroogt op de huid. Vandaag is het al een beetje iets donkerder. En meestal in de tweede, derde dag wordt het nog donkerder. Ja. En vanaf dan gaat het eigenlijk oplichten. Ja. Ja. En dan meestal in de tweede week denk je, wauw, de kleur is weg. Toch, ja, ja. En dan komt het eigenlijk wel weer een klein beetje terug. En die schilfers zijn juist als het donkerder wordt of weer lichter? Na de schilfers wordt het lichter. Oh, ja. Maar met schilfers dan lijkt ze inderdaad donkerder. Ja. Ja. En ben benieuwd? Dus het is even een proces inderdaad waar je doorheen moet. Ja. Ja. Right. Dus maar het gaat helemaal goed komen. Zo, ik heb volgens mij nu 50 minuten aan materiaal. Zo, ja. Echt hè. Oh, ik heb helemaal zin om wel even lekker met bronzing drops erbij te doen. Helemaal. Ja, het is inderdaad. Nee, ik vind het super mooi. Alright, ik ben klaar. De vorm is echt prachtig. Het hebben we zo bijna dat het nu super donker is, maar het wordt lichter. Het kan morgen ook nog donkerder worden, maar het wordt 30-40% lichter. Maar het is wel tof om te zien, want ook dat donker vind ik eigenlijk wel cool staan. Dan heb ik meteen zin om weer donker haar te nemen. Oh, ik ben zo benieuwd wat jullie er ook van vinden. Ik had een hele positieve ervaring in ieder geval. Echt super gezellig, super leuke meiden. Nu ben ik helemaal kapot, dus nu ga ik lekker naar huis om te chillen. En er heel goed voor zorgen dat ik niet mijn wenkbrauwen nat maak en er niks mee doe. Ja, ik vind het wel echt bizar hoe dit je gezicht verandert. Ik vind dat ik meteen veel pittiger, terwijl ik er nu zo moe uitzie. Hè? En dan vind ik dat ik door die brows meteen een veel... krachtiger gezicht heb of zo, sexier, het slanker. Wenkbrauwen maken echt je gezicht. Ik teken dus altijd heel licht, maar eigenlijk is donker best wel mooi. Maar ik ben altijd een beetje bang voor donker. Terwijl dit is niet eens de kleur, dus gaan veel lichter worden. Misschien ga ik straks wel denken, waarom is dit niet zo donker? En ik ben heel benieuwd, ook naar nabehandeling. Als ik geen nabehandeling zou krijgen, zou ik al denken, want het is wel helemaal top. Ik ben zo benieuwd hoe het gaat herstellen. Ik ga jullie helemaal op de hoogte houden. Ik heb ook een goodie bag, maar... vertel ik allemaal nog wel. Ik ga nu even bij de Aldi wat boodschapjes doen, zodat ik weer lekker door kan met mijn keto eten. En dat jullie heel blij zijn met deze wenkbrauwen. Als je natuurlijk naar mijn vlogs kijkt, kan je best wel erger aan die brows de hele tijd. Ik kan niet meer, jongens. Ik ben zo blij dat ik dit heb gedaan. Ik heb moeite boodschappen gedaan, maar ik heb even de beelden teruggekeken. En toen zag ik mijn wenkbrauwen hoe ze eerst waren. En ik ben echt verliefd. Het feit dat ik nu zo moe ben en dat dan al mooi vind staan. Ik ben helemaal verliefd. Ik zag die anders, dacht ik. Maar ook de kleur. Dus ik hoop eigenlijk dat het wel een beetje donker blijft. Misschien niet zo donker, maar... ik zag die wenkbrauwen hoe ze waren. Toen dacht ik, oké, je koos voor heel licht. Maar eigenlijk steekt dat helemaal niet af. Ik ben gewoon altijd zo bang voor donker. Maar dit is zo vet. Ik vind het echt mooi. Ik ben zo benieuwd. Ik ben zo benieuwd wat haar gaat zeggen. Oké, ik vind mijn wenkbrauwen wel heel tof. Hoor. Ik wil zeggen, als je eens goed van dichtbij kijkt, is het heel heftig nog. Maar op beeld zie je dat minder. Vind ik het wel heel vet. Ik merk trouwens wel dat ik nu... ik heb natuurlijk heel goed koolhydraatarm gegeten. Maar we hebben daar wel steeds alcohol gedronken. Dus ik merk dat ik nu na het eten dus heel veel zin heb. In een drankje, want eigenlijk heb je met die alcohol ook gewoon steeds koolhydraten en suikers binnengekregen. Al had ik gisteren allemaal suikervrij en alcoholvrij. Of een cola zero of zo. Ik heb helemaal zin in iets zoets. Dus dat heb ik wel opgebouwd door de vakantie. Terwijl ik dat vroeger nooit had. Maar ik wou nog heel even het nabehandelingssetje en zo met jullie bekijken. Ik ben nu echt benieuwd of het mooi zou zijn om weer naar het bruin haar te gaan met dan van die wenkbrauwen. Maar blond vind ik het ook wel leuk. Maar ik vind het wel grappig, want ik had dus verwacht dat het aan het begin echt verschrikkelijker uit zou zien. Maar... hoi Poesie. Ah, hij heeft Poesie weer lekker ontklit. Ben je weer lekker zacht en wollig? Met zo'n mooie Poesie. Met een mooie Poesie. Nee. Poesie, hallo. Eventjes rustig.
Oké. Okay. Dan ga je nu weer naast me liggen. Ja, ik ben wel lief. Hier thuis was een eerste reactie van, oh my god, heftig en streng. En toen was iedereen eigenlijk alweer gewend. Maar ik kreeg dus een tasje mee en allemaal uitleg, maar hier zit ook alle uitleg in. Een hartjes chocolaatje, een hartjes lolly, nog een chocolaatje. En hier gaat het nog om. Deze vitamine E crème, die mag ik volgens mij vanaf dag 4. En dan hebben we hier wat info. Ik moet nog even opschrijven, ik heb afspraak gemaakt voor over precies een maand op dinsdag. Ik kon om 2:30, maar ik dacht het duurt best lang, dus ik doe het om 9:30. Ik wilde zo een beetje het ritme volhouden wat ik nu had. Niet zo vroeg op en niet zo laat naar bed, maar... Oké, okay, superleuk foldertje. Kijk, okay, echt heel leuk gedaan. Super nice. Ik ga ook een filmpje maken met hoe het elke dag eruit ziet. Ze zeggen dus van dag 1. Ik vind ze geweldig. Dag 2 tot 4. Waarom zijn ze zo donker? Dag 4 tot 7. Ze vervellen, jeuken en de vorm is weg. Dat is trouwens wel stom, want... Wow, doe dat zo dan? Later hebben we een feestje met heel veel familie. Vandaag is dag 1. Zaterdag is dag 5. Dus dan gaan ze vervellen en jeuken. Dag 8 tot 10. Ze zijn nu te licht en lijken te verdwijnen. Dag 14 tot en 28. Dus een maand kan dat duren. Oh, de kleur komt terug. En dan heb je touch-up. En dan perfecte winkies. Ze zeggen gebruik de cleansing melk ieder uur voor 2 dagen. Maar ze zei tegen mij dat ik ieder uur kokend water, of als je het niet kan, heet water op een watje moet doen. En eventjes zo moet schoonmaken. Terwijl ze dus, je mag ze niet nat maken. Maar dat is gewoon, oh nee, deppen. Moest ik doen, zo deppen. Op de 4e dag smeren met vitamine E 2 keer op een dag. Maar ik weet niet hoe lang je daarmee doet. Na 2 weken beschermen met zonnebrand. En dan genieten van je wenkies. Niet je wenkbrauwen aanraken. Ik denk net, dat kan geen kwaad denk ik. Niet krabben, niet aan de korstjes trekken. Niet zon, niet zwemmen, niet sauna. Niet stomen. Ze zei de zon is nu niet heel sterk, dus je kan gewoon naar buiten. Geen stress. Geen make-up, geen lotion, geen crème op de wenkbrauwen voor 2 weken. Behalve dat. En niet intensief sporten. Dat is wel balen, want daar was ik juist lekker mee bezig en ik zweet op zich wel. Maar ik moet zeggen, mijn gezicht zweet niet snel van krachttraining. Maar ik moet niet gaan hardlopen. Maar ik ga het wel goed doen. En dan zit het namelijk super lang mooi. Maar echt, ik was daar en ik dacht, oh my god, ik wil ook lippenblushen. Zij zei, oh, van die, niet eyeliner, maar dat ze zo je wimperrand zwart maakt, zou ook heel mooi zijn. Nou, dat was het eigenlijk wel, valt reuze mee. Dus ik ga nu even een watje deppen. En die crème moet je dan aanbrengen met een wattenstaafje. Maar ik zal natuurlijk helemaal in de vlog alles bijhouden. Maar... ik ben helemaal bij met mijn vlogs. Het blijft trouwens zo dat deze wenkbrauw hoger is als ik praat. Zie je, dan doe ik iets raars met mijn ogen, dan gebeurt dit. Daar krijg ik vaak comments over, maar dat doe ik dus automatisch. Maar de vlogs lopen natuurlijk in die zin een beetje achter. Dus ik probeer nu steeds iets eerder in de week de vlog te plaatsen. Dus nu ga ik bijvoorbeeld deze week op donderdag mijn vlog plaatsen. Maar dan denk ik, als ik dan op een gegeven moment naar de maandag toe gaan, dan loop ik weer iets meer bij. Dan loop ik precies 2 weken achter, dat is van 2,5. Maar ik heb zoveel materiaal dat ik morgen denk ik letterlijk van 9 tot 5 zit te editen. Maar ik heb er heel veel zin in. Ik wil eigenlijk nu editen. Ik heb er eigenlijk nu zin in, maar ik ben moe. Misschien ga ik het wel even doen, want nu al de hele avond tv kijken is wel goed. Ik vind het echt super vet nu, maar dat is blijkbaar dus normaal dat je ze nu geweldig vindt. Dus, en ik had nog naar het nummer geappt. Kijk, nu zie je dat het veel heftiger is, hè, van dichtbij. Toen zei ze nog, het is normaal. Want zie je, deze is eigenlijk veel donkerder hierboven. Veel dichter getekend en deze niet. Ze zegt, het is allemaal normaal. Komt allemaal bij de healing. En eigenlijk pas over een maand kan je dus weten hoe je wenkies eruit zien. Als je touch-up hebt gehad. Dus over precies een maand. En dan is het voor mijn verjaardag, als ik 30 word, perfect. Want 2 weken later ben ik dan jarig en dan heb ik de perfecte wenkies. En dan wil ik ook mijn haar dus voor die tijd weer laten doen. Maar echt highlights en niet meer zo extreem blond. Zoals ik dus vorige keer ook al wilde. Dat het mooie highlights zijn. Want ik wil langzaam toch naar een beetje bruin. Hoewel als ik het zo zie vind ik blond ook wel leuk. Nou ja, oké. Okay. Te lang gekletst. Ik stop nu even, want ik heb zoveel vlogbeelden. Dat is niet normaal. En nou, waarschijnlijk tot straks weer. Ik heb nu even bedacht dat ik toch in de zon kan zitten. Oh, dit zijn mijn brows. Net zo donker als gisteren ongeveer, toch niet echt donker. Nou, zoals je hoort is mijn camera dus blijkbaar weer kapot. Ik heb echt niks doorgehad totdat het zondag was. Toen kwam ik op eens achter dat dit aan de hand was. Ik kan echt niet gewoon een vlog plaatsen met deze herrie. Dus ik ga maar een voice-over doen. Ja, hier vertel ik dat hoe mijn wenkbrauwen eruit zien. En dat ik in de zon wil zitten. Dus dat dit mijn manier is om ze te beschermen. En dat ik lekker met Jiminy en Shanna had gebeld. En lekker op tijd op was gestaan. Ja, ik vind het zo jammer om al die random... praatstukjes, ja, die ga ik niet nu opnieuw nep inspreken. Dat zijn gewoon echte momenten.
Dus deze voice-overs in verhouding echt super saai. Maar ik denk dat ik maar gewoon deze hele vlog voice-overs ga doen. Want ik vind het ook zonde om die beelden niet meer te gebruiken. Wil je nog heel even helpen herinneren aan mijn kortingscode Charlotte5? Die is geldig tot en met 31 maart. Dus die verloopt bijna. Als je ook interesse hebt in gordijnen, wat voor gordijnen dan ook, gebruik in ieder geval die code. Want dat scheelt best wel wat geld. En wil je weten welke gordijnen wij dus hadden? Ik heb het in de vorige vlog laten zien. Maar de linkjes staan ook weer hieronder in de beschrijving. Nou, we gaan weer verder met keto eten. Mozzarella, tomaatjes, olijven, eieren. Oké. Dan voel ik met een TikToker die voice over doet. Ik had ook zin in kwark met nootjes erbij. Ik heb hier een kaas uit Zwitserland. Die was best wel goor. En rookvlees of bacon, dat vond ik ook niet zo lekker. Oké, ik heb net een hele voice over ingesproken, maar ik was niet aan drie woorden. Gaan we weer opnieuw. Ik weet niet wat ik hier zeg, maar ik baal echt gigantisch trouwens dat mijn camera alweer stuk is. Echt, waarom is die alweer stuk? Nou, ik had dus in Oostenrijk iets gekocht wat ik graag wilde gebruiken voor de proefvideo die ik nog wil opnemen. Ze hadden daar namelijk van de smoothie bowl doosjes, maar dan met dragonfruit. 40% dragonfruit erin. Dus ik dacht, die wil ik testen. Dus ik heb het meegenomen naar Nederland in mijn handbagagekoffer in een broodrommel. Al 2 dagen geleden kwam het uit de vriezer, dus oké, een beetje raar. Maar ik eet ook geen fruit, maar toch wou ik het kopen, want het ziet er super cool uit. Het smaakt op zich wel lekker. Ik zei dat ik het een beetje naar koekjes of zo vond smaken, maar volgens mij smaakt het ook een beetje naar kaneel. En ik eet natuurlijk helemaal geen fruit, maar ik dacht, het is leuk voor de dochter van mijn vriend, want die is helemaal gek op smoothies. Dus ik deed er nog wat appelsap bij en toen had ik een superleuke smoothie. En toch, ja, ik hou ervan. Dingen uit andere landen die je hier niet kan krijgen. Ik heb super lekker getraind. Ik ben begonnen met al die armoefeningen. Toen heb ik nog bil naar buiten en die been naar binnen gedaan. Toen nog rug naar achter duwen en torso rotation. Toen ging ik even steps doen, 4 minuten. Maar toen voelde ik dat ik niet ging zweten. Dus toen stopte ik en ze mogen natuurlijk niet zweten. Ik heb nog even met een doekje wel gedekt, zodat ik toch 11 uur. Ik ga weer die heerlijke tomatensoep maken, wat echt mijn favoriet is. Het aten van vorige week ook nog. Maar dit is eigenlijk, er zit alles wat erin gaat, ja. En knoflook, echt bizar weinig. En bouillon. Het is echt mijn favoriet soep op aarde. Zo makkelijk, zo gezond. En ik had, ja, ik eet nu wat meer vetten, dus mascarpone en balletjes toegevoegd, maar dat is totaal niet nodig. Parmezaan is ook zo lekker erbij. En die pretzels kwamen uit Oostenrijk en die heb ik meegenomen voor niet mezelf. Dus ja, was super lekker. Ik heb echt 2 nachten goed geslapen, 8 uur en 37, 47 minuten, super chill. Volgens de app, ik voel het ook hoor, niet dat ik alleen met de app bezig ben. Ik heb alleen maar stukjes waarin ik aan het kletsen ben en dat kan ik niet opnieuw doen. Dat zijn gewoon spontane dingen en ik ga nu niet vertellen wat ik allemaal zeg. Ik weet, ik kan niet eens onthouden, ik praat zoveel. Ik heb het er hier over dat ik nog steeds verslaafd ben aan koffie, of alweer, nog steeds. Omdat ik op wintersport steeds koffie dronk. En dat ik het ritme probeer aan te houden van op tijd opstaan. Maar met 5 uur slapen elke nacht op wintersport, dat het dus een beetje lang duurt voordat ik weer die slaap heb ingehaald. Want van elke keer 10 uur slapen in die periode die zo zwaar was, naar ineens 5 uur slapen in de nacht, had er wel een beetje in. En ik vertel dat ik gek ben op mijn shakes, dat ik er niet van afval, maar het heel relaxed vind, omdat ik anders eigenlijk niet eens ontbijt. Oh, we gaan nu al door naar AliExpress. Ja, ik had voor de dochter van mijn vriend op verzoek wat dingetjes besteld bij Ali. En hier laat ik jullie zien dat je dus een hack hebt, of het is heel normaal, maar waarop je dus soms voor 1,75 of zo een maand eerder je ding geleverd krijgt. Dat is super chill. Hier een super schattig hoesje waar je en je pasje in kan doen. En je kan ook voor de lens dat dingetje ervoor schuiven als bescherming. Heel erg cute. Ja. En dan dit hoesje die ik zelf best wel lelijk vind. Minder bijzonder of zo. En allemaal schattige stickertjes. Als jullie linkjes willen moet ik het even zeggen. Maar volgens mij had ik net een beeld al laten zien hoe het heet. Dus dan kan je het al zelf zoeken. En dan heb ik ook nog een heel leuk hoesje. Die wil ik eigenlijk zelf ook met zo'n squishy persikje erop. En toen ging ik het vast inpakken in een doosje die ik een tijdje geleden bij Flying Tiger volgens mij had gekocht. Deze dingen van de Zeeman van Kerst en wat webshop zakjes. Alles leuk in zakjes doen. Helemaal cute. Is dat vast ingepakt. La 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 la. Oh, ik vind het zo jammer jongens van mijn camera. Ik baal echt gigantisch. Want dit soort kletstukjes zijn altijd juist zo gezellig. Ik heb zoveel weggeknipt. Wil je niet weten. Deze had ik laatst bij de Tieke Max gekocht. Die doe ik er ook nog bij. Ook leuk, in het doosje. Maar ik heb heel veel beelden weggeknipt. Omdat, ja, ik klet zoveel. Dat kan ik gewoon niet allemaal gaan inspreken, joh. Alles paste helemaal leuk in het doosje. Dus dat is dan vast klaar. Nog later een leuk kaartje erbij of zo. En dan wat versiering. Dat zien jullie later wel. En weer een keto lunch. Met, het spreekt wel een beetje voor zich, denk ik. Dat is het witte tonijn die je daar ziet. Ik weet niet hoe lang ik heb om te kletsen. Ik heb het eerst bewerkt zonder geluid en dan ben ik nu eroverheen aan het kletsen. Nou, dat ziet er wel lekker uit, hè? Oh,
Wat was dit? Oh ja, ik was met Ro voice memo's aan het sturen. Toen ging koken en kletsen wat je niet hoort. Hier heb ik het even over hardop met H. Dat iedereen van mij verwacht dat ik al lang weet wat ik weer wil gaan doen. Met mijn leven qua werk. Maar dat ik dat echt helemaal nog niet weet. En ik maak weer datzelfde wokgerecht dat ik steeds weer maak. Net als die soep is dit echt mijn go-to gerecht nu gewoon. En ik had er dit keer wel zwarte bonen volgens mij doorheen gedaan. En dat was het wel. Nou, het lijkt een beetje alsof ik bij Max Geheugentrainer zit. Ik moet eerst alles bekijken en dan onthouden wat ik had gezegd. Hier zei ik dat ik eigenlijk een plantaardige opschuimmelktest zou moeten gaan doen. Maar dat ik daar geen zin in had. En dat deze melk in ieder geval niet goed schuimt. Dat was het volgens mij al, ja. Toen was het volgens mij tijd om stapbudget aan te gaan vragen. Het was weer zo'n gedoe. De vorige keer ging het dus niet door een storing. En nu op 17 maart was het weer opnieuw. Ik ging ook op Twitter allemaal berichten opzoeken. Om even te kijken wat de rest van de wereld deed. En toen kwam ik erachter dat iedereen, sommigen waren er al doorheen, anderen zagen helemaal niks. Mijn moeder die probeerde het dus ook te doen en die kwam er ook niet doorheen. En toen las ik dat als je meerdere browsers opent, dus Safari, Chrome, Windows, allemaal verschillende dingen, dat dat kan helpen. Ik weet niet wat ik hier doe. Maar dat werkte dus bij mij ook niet. En toen ineens dacht ik op een gegeven moment van, ik ga het op mijn telefoon openen. Maar bij dat stukje beeld zijn we nu nog niet, maar ik weet niet meer wat ik hier zei. Toen opende ik het dus op mijn telefoon. Oh nee, daar heb ik het hier niet over. Ik heb het hier over dat ik toch het wel heel erg mis met kinderen, maar dat ik me soms gewoon een beetje schuldig voel dat er zijn mensen die lesgeven zo geweldig vinden. En ik vind lesgeven gewoon niet zo heel leuk. Dus dan denk ik, dan kunnen ze beter een juf hebben die lesgeven heel leuk vindt. En ik gun kinderen juist weer dat ik met ze één op één kan werken, want daar ben ik echt goed in. Praten, filosoferen, praten over het leven, ontwikkelingen, gedragsproblematiek. Dat is zeg maar echt wat ik heel leuk vind. Dus ik wil die kindercoachopleiding super graag doen. Dus ik heb studeren altijd best wel stom gevonden en ook gezegd, ik ga nooit meer studeren. Maar hier vertel ik volgens mij dat ik die opleiding gewoon super graag zou willen doen. Het is trouwens een jaar, duurt een jaar de opleiding. Het is maar 5 uur per week en je hoeft niet eens naar school. Dus het is echt heel anders dan de PABO. Maar ja, ik wil dat heel graag. Je kan daar gewoon een eigen praktijk mee beginnen. Of je hebt in ieder geval je papiertje. Misschien kan ik op scholen daarmee aan de slag. Want ik mis het wel. Nou, ik merk zodra ik met kinderen bezig ben, dan denk ik echt van wauw, ik vind het zo onwijs leuk. En ik ontdekte dus inderdaad dat je op je telefoon, nou ja, bij mij werkte dat in ieder geval. Ik opende het op mijn telefoon en toen ineens stond er dus, oké, een 30 minuten wachtrij of zoiets. Hier duurde het zo lang dat ik maar ging zingen. Wie weet welk liedje ik hier zing. Die wint 5 euro. De eerste die het raadt wint 5 euro. Oh, je kan wel echt zien wat ik hier zing trouwens. Ja, toen dacht ik, ik ga even online zanglessen bekijken, want mijn stem is niet wat het vroeger was. Ik vind het heel moeilijk. Je moet echt goed je ademstem gebruiken hiervoor. Ik kan het niet zo goed. Oeh, lekker. Alles zit onder de speeksel nu. Jeetje, wat duurt het allemaal lang. Ik ontdek nu pas hoeveel beeldmateriaal ik maak nu ik voice-over moet doen. Ik knip zoveel weg. Hi Poesie, ik ben hier voice-over aan het doen. Ja, hier kom ik er dus achter dat toen ik het op mijn telefoon opende, ik ineens wel in de wachtrij stond, nog maar 28 minuten. Dus ik werd helemaal blij en zo. En ja, toen moest ik nog alsnog maar zien hoe het dan verder ging. Maar het lukte dus. Ja, dat ga je nu zien. Lalalala. En mijn moeder die zat ondertussen nog steeds meer dan een uur. Dus haar is het dus niet gelukt. Het leek ons wel leuk om dezelfde opleiding te gaan doen. In ieder geval wel echt een beetje belachelijk hoe vermoeiend het is om zo'n stapbudget aan te vragen hoor. Dan krijg ik berichten van mensen die al 4 keer het hebben geprobeerd en het niet is gelukt. En mij is het dus wel gelukt. Ja, ik weet ook niet waarom. Ik voelde ook dat het me ging lukken. Ik weet niet of dat helpt, maar daar geloof ik soms wel in. Ja, nu moest ik me aanmelden en ik heb ook ingevuld dat ik in ieder geval werkloos ben, want dat ben ik. En ingevuld dat ik ook niet een baan heb en iets anders wil, maar dat ik gewoon helemaal geen baan heb omdat ik niet weet wat ik wil. Dus misschien heeft dat geholpen en ik heb natuurlijk hbo-achtergrond. Uiteindelijk ben ik er doorheen en je hoort dan later pas binnen 4 weken, maar het is sneller hoor. Die opleiding begint al 31 maart. Maar dan hoor je dus pas of het ook is toegekend. Of dat je nog aanvullende informatie en zo moet sturen. Maar dat horen jullie volgens mij pas in de volgende vlog. Spannend! Hier zie je nog mijn keto lunchbowl. Ik had er dit keer dus runderrookvlees bij. En shiragasau is erop gedaan. Avocado, witte tonijn, sla die je lekker met je als wrapje kan gebruiken. Heerlijk knapperig en super lekker. Wortel, feta, bieslook, eitjes, tomaatjes, basilicum. Helemaal lekker.
En toen was het dus tijd om mijn haar te gaan wassen. Wat ik een beetje spannend vond. Want hoe doe je dat zonder je wenkbrauwen nat te maken? Maar je wenkbrauwen mogen natuurlijk niet nat worden. Dus dit was mijn oplossing. Het was niet helemaal geweldig. Want het werd een beetje vochtig. Maar je moet gewoon niet met je gezicht naar de straal douchen. En het was de eerste keer dat ik mijn vitamine E crème ging opsmeren. Hierna heb ik het steeds met een wattenstaafje gedaan. Dat is beter. Maar dit is de verzorging. Eigenlijk omdat het schilverproces een beetje gaat beginnen. Het voelde wel lekker. En hier zeg ik dat ik zo blij met mijn wenkbrauwen ben. En dat ik eigenlijk stiekem hoop dat ze niet eens lichter worden. Maar dat worden ze natuurlijk wel. En toen zei ik dat ik naar de sportschool ging. En toen was ik alweer terug. Oh ja, en dat je me op Instagram moet volgen als je sportschoolfilmpjes wil zien. Ze wilde pannenkoeken eten deze avond. En ik dacht, dat mag ik niet. Maar toen ontdekte ik pannenkoeken met amandelmeel. En ik dacht, dat is wel leuk en lekker om te maken. Het was echt niet te eten. Het was zo vies. Dus dit was het eerst. En daarna ging ik er nog diet shake poeder doorheen doen, whey protein. Gewoon, ik ging er van alles doorheen gooien, maar het bleef eigenlijk echt niet zo heel erg lekker. Alright, nieuwe dag. Mijn wenkbrauw begon dus te flaken. Dat vond ik echt grappig om te zien. Want hij was dus geschilferd, maar ook het schilfertje was er ook af. Dus hier zie je dan ineens een heel licht, bijna paarsig tintje. Dus ik was wel heel benieuwd hoe het verder zou gaan lopen. Ik vind het best wel tof hoor, die donkere kleur met die bril. En ik vertelde dat ik mijn kast ging uitruimen zodat mijn nieuwe handbagagekoffer erin paste. En toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk die BH's gewoon... Ik draag ze nooit, die BH's. Dus toen dacht ik, ik ga ze wegdoen. Maar toen besloot ik ze in een zak te doen in mijn kantoor om nog even het uit te stellen. Maar heel veel zijn er ook nieuw. En hier ging ik helemaal vertellen welke BH's het allemaal zijn. Maar ik heb geen zin om dat allemaal opnieuw te zeggen. Maar ja, dit is een leuke balcony BH. Ik draag dus, zoals jullie weten, echt geen BH's meer. Maar af en toe heb je er wel eentje nodig. En dan zal je net zien dat je je lievelings-BH weg hebt gedaan. Nou ja, lievelings zijn het allemaal niet. Die doe ik wel weg. Die is echt oud. Maar die had ik met mijn oma gekocht in Frankrijk. En nu is mijn oma dood. Maar ik ga toch mijn BH weg doen. Dit is Victoria's Secret uit Amerika. Nou ja, oké. Okay. Als je een voice-over inspreekt, is het minder leuk om te vertellen. Hier was het weer tijd voor lunch en ik had geen zin meer in dat saaie bord, dus ik besloot er iets meer saladevorm te maken. En eigenlijk het enige verschil is dat het door elkaar gemixt zit en dat ik wat olijfolie op heb gedaan. Heel veel spinazie onderop heb gelegd en dat vind ik wel heel saai om dan los te eten. Dus zo was het iets meer salad, maar uiteindelijk zat ik heel snel vol en heb ik de helft laten staan. En nog een gekookt eitje. Oké, okay, het is nu een dag later dat ik de voice-over doe, dus ik heb het gisteren geëdit, maar toen was er herrie, dus kon ik geen voice-over doen. Dus ik weet nu echt niet meer waar... Deze broek heb ik al heel lang en ik dacht, ik doe hem een keer aan. En mijn wenkbrauwen, oh ja, zie je? Je ziet dat ze een beetje gaan fleken, dat donkere. Best wel interessant om te zien, maar het valt echt mee bij mij. Oh, toen gingen we gezellig naar de verjaardag van Hilse zus. Hier zaten we lekkere oldschool liedjes te luisteren en te zingen en zo, maar ja, dat geluid deed niet. Chinees, en toen heb ik geen rijst en dat soort dingen gegeten, maar in die saus zitten ook vet veel koolhydraten natuurlijk. Dus zo min mogelijk saus. En ik zei dat ik het daar heel mooi vond. En dat me deed denken aan muizen. En hier weer dat ik zo blij ben met deze broek en outfit. En dat ik lekker in mijn vel zit. Alleen als je zo'n broek aan hebt, valt hij wel op. Dus dan lijkt het zo van, ik heb elke dag dezelfde broek aan. Maar oké. En hier weer. Ik heb de beelden wat beter bewerkt. Dus ik moet nu heel snel praten. De brows. En ik zei dat niemand het opviel dat ik überhaupt iets met mijn wenkbrauw had gedaan. Niemand zei het, maar ook niemand keek ernaar of zo. Dus oké. En in de avond had ik nog wel trek omdat ik niet te veel Chinees had gegeten. Dus tegen mijn 3 keer eten in de ritme had ik dan nog even die Little Protein Shake genomen. Die hadden we die ochtend gehaald. Want daar was ik zo benieuwd naar. Het is wel echt heel veel melk. Dus niet heel goed voor mijn buik. Maar 34 gram proteïne in zo'n flesje. En het smaakt eigenlijk een beetje naar vanillevla, maar dan dun. En op het einde proef je een beetje die melksubstantie. Maar ja, wel heel handig. Nou, we hebben hier thuis dus een bubble tea verslaving gecreëerd. Maar ja, die tapioca balletjes zijn gewoon koolhydraten en er zit vet veel suiker in. Dus ik ging voor een groene thee met no sugar. Dus de enige suiker zat in een klein beetje lychee siroop. Ik dacht, ja, mag wel. En het was zo lekker. Ik hou hier echt van. Toen gingen we weer naar de boerderij waar we 2 weken terug ook waren. Om Willem, onze favoriete cavia, op te zoeken. Hij is zo schattig. Hier probeerde ik een shot te maken, maar het lukte niet. Echt, het is zo cute. Alleen die pootjes vind ik dan... Zeg maar, Willem is echt zo mega cute. En kijk, straks zie je zo zijn pootje. Dat is echt zo, ineens zo'n dier. Zo'n, uit zo'n film. Maar alsnog mega cute. Kijk nou, zo schattig. Ik ben helemaal verliefd. We willen eigenlijk nu ook een cavia voor Poesie. Maar die gaat het denk ik niet leuk vinden. En deze cavia, dit shot vind ik echt goals. Gewoon net in een film. En die cavia zat bij haar op schoot. Oh, toen ging de vlog al afsluiten. Ik had 2 staartjes op mijn hoofd gedaan. Mijn haar is super zacht en...
een beetje curly en het wordt steeds gezonder eigenlijk. Ondanks dat de kapper het laatst verpest had met verven. Maar toen zei ik van, eigenlijk als 30-jarige vrouw kan je echt niet door het leven met twee staartjes. Maar waarom eigenlijk? Maar ik zou het denk ik nooit doen, zo de deur uitgaan, terwijl ik het zo cute vind. En toen zei ik, bedankt voor het kijken, vergeet geen duimpje omhoog te doen, dat soort dingen. Vergeet echt geen duimpje omhoog te doen, dat helpt me heel erg. Dus als je me wil helpen en je vond het leuk, alsjeblieft een duimpje. En reacties ook, want dan valt het op bij YouTube. En dan krijgen alle abonnees ook mijn video weer te zien. Dus ook mensen die heel lang niet hebben gekeken, zien het dan, weet je wel. Want ja, dat is wel fijn. Oké, nou, goodbye, tot bij de volgende. Wel weer met geluid.